Ik ben Henry Swinkels, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, een provincie in Nederland. En daarbij heb ik de portefeuille leefbaarheid, cultuur, erfgoed en sport. Ja, het Torch-initiatief is een denk ik, mooi initiatief om heel veel belangstelling te wekken voor het religieus erfgoed. We hebben in Brabant een enorme opgave. De komende 5 jaar 200 kerken die leeg komen te staan en die allemaal om een nieuwe bestemming vragen. Hoe mooi zou het nu zijn als die kerk in die gemeenschap een bestemming kan krijgen om mensen te laten ontmoeten. En dan met name een functie in hoe wij het in de toekomst gaan realiseren. Dat we mensen die nog niet goed kennen, die we misschien best ook lastig vinden om mee te gaan spreken. Waar we ook niet zomaar op afstappen. Dat we die juist, misschien wel in die kerk, toch kunnen ontmoeten en een gesprek met elkaar zouden kunnen aangaan. Dan zou ook die kerk daarin weer heel veel betekenis kunnen krijgen voor de toekomst van de gemeenschap, van de society en wellicht van heel Europa.